Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. In deze video gaan we kijken naar het zogenaamde all-weather portfolio van Ray Dalio. Ray Dalio is de nummer 71 van rijkste mensen ter wereld met een geschat vermogen van 22 miljard dollar. Maar wat is nou eigenlijk het idee van dit portfolio? Hoe is het opgebouwd? En vooral ook wat zijn de voordelen en nadelen van een verdeling zoals hij het voorstelt? Dat wil ik gaan bekijken in deze video. Dus laten we snel beginnen. Op dit moment zien we weer wat herstel van beurskoersen. En ook het sentiment onder beleggers is langzamerhand wat beter aan het worden. Gaat weer bijna richting de positieve kant. Maar het is zeker niet ja, helemaal 100% zeker dat we nu ook alweer de bodem van bijvoorbeeld dit jaar hebben gezien. En we weten natuurlijk allemaal: beleggen gaat gepaard met pieken en dalen. Heel veel volatiliteit. Dus daarom is het vaak belangrijk om in ieder geval ook spreiding toe te passen. En ook om goed na te denken over jouw portfolio voor de lange termijn. Nou, een van de bekendere. Verdelingen die je kunt toepassen in je portfolio. Dat is dus het uh, all-weather portfolio van Ray Dalio. Maar wie is dan eigenlijk Ray Dalio? Nou, zoals we zojuist al zagen in de screenshot, Forbes schat hem op dit moment in op ongeveer 22 miljard dollar, wat hem de nummer 71 van rijkste mensen ter wereld maakt. Hij heeft in 1975 zijn hedgefonds opgericht, genaamd Bridgewater Associates. Nou, dat is inmiddels het grootste hedgefonds ter wereld met een vermogen, een belegd vermogen van zo'n 160 miljard dollar. En Ray Dalio en Bridgewater, die zijn vooral ook bekend om hun manier van werken, waarbij zij kijken naar trends in de economie, trends en gebeurtenissen en hoe die zich regelmatig ook herhalen, om daardoor op die manier er iets van te leren en ook voorbereid te zijn op de volgende keer dat het gaat gebeuren. En tegenwoordig schrijft Ray Dalio ook regelmatig boeken. Een van zijn laatste boeken is bijvoorbeeld deze Principles. Best wel dik boek, maar wel zeker interessant dat er ook heel veel verteld wordt over ja, de principes die hij gebruikt... en zijn manier van werken, zowel persoonlijk als bij zijn uh, hedgefonds Bridge, Bridgewater. Dus daar kun je heel veel van leren. Maar nou, waar zijn portfolio voornamelijk bekend van is geworden... is via dit boek van Tony Robbins. Um, Tony Robbins interviewde Ray Dalio. Daar legde Ray Dalio uit wat het idee achter is, achter dit portfolio... hoe het verdeeld wordt, of wat de verdeling is... en hoe een particuliere uh, belegger het eigenlijk toe kan passen... Nou, Daardoor is het portfolio heel erg bekend geworden. Ik zal trouwens ook links naar beide boeken onder deze video plaatsen, want het zijn wel wat dikkere boeken, maar zeker wel heel erg interessant. Maar wat is dan dat all-weather portfolio? Zoals gezegd, het is eigenlijk um, ontwikkeld op basis van onderzoeken die ze hebben gedaan binnen Bridgewater. Gekeken naar gebeurtenissen, naar hoe de markt reageert en dingen die regelmatig terugkomen, evenementen. Dat is gewoon, misschien is het een oorlog geweest. Hoe reageert de markt daarop? Komt niet heel vaak voor. Maar als je een paar honderd jaar teruggaat, zijn dat er regelmatig wat oorlogen geweest bijvoorbeeld. En ze hebben eigenlijk al die informatie... Uh, ja, onderzocht, daar een model van gemaakt, dat ten eerste eigenlijk aangeboden werd aan de klanten van Bridgewater. Klanten met heel veel geld, uh, denk bijvoorbeeld aan pensioenfondsen of overheden. En het idee achter dit all-weather portfolio is dat er eigenlijk in alle omstandigheden van de markt dat het portfolio geld gaat verdienen. Dus aan de ene kant. Als het goed gaat met de markt, profiteer je daarvan. Maar zeker ook heel belangrijk als het wat minder gaat met de economie, dat je verliezen niet heel groot zijn. Uit dit onderzoek maakt Ray Dalio eigenlijk op dat er vier ja, belangrijke dingen zijn, of vier scenario's zijn die ervoor zorgen dat de waarderingen van beleggingen, bijvoorbeeld, worden beïnvloed. Het zijn bijvoorbeeld de inflatie of deflatie, een toenemende groei of juist een afnemende economische groei. En hij verwerkt dit dan in een overzicht. Waarbij je kan spreken dus eigenlijk van de vier seizoenen in een economie. En voor elk seizoen wil je zorgen dat je belegd bent in verschillende soorten investeringen. Om toch ook in dat soort dingen ja, eigenlijk te profiteren. Of juist je risico af te dekken in dat soort situaties. In dat soort momenten van de markt. Maar hoe ziet dat er dan uit voor een particuliere belegger? Misschien is het hier nog een beetje lastig. Nou, dat werd dus wat meer duidelijk eigenlijk door het interview in het boek van Tony Robbins. Daar gaf Ray Dalio eigenlijk meer uitleg of een voorbeeld van hoe een particuliere belegger zoals jij en ik ook dit portfolio zouden kunnen nabootsen. En wat we dan zien is dat er al bijvoorbeeld 30% in aandelen wordt gehouden en als voorkeur dan de Amerikaanse aandelen, dus bijvoorbeeld de SP 500. 40% in long-term bonds, oftewel lange termijn obligaties. Obligaties met een termijn met een looptijd langer dan 20 jaar. Je hebt 15% in intermediate term bonds, oftewel gemiddelde termijn uh, obligaties. Denk je bij tussen de 3 en de 10 jaar. 7,5% van je portfolio steek je in goud. En de andere 7,5% die overblijft gaat in grondstoffen. Kijken dan naar hoe dit portfolio de laatste 20 jaar heeft gedaan. En dan is AWP, dus het All Weather Portfolio, vergeleken met de SP 500. Dan zien we dat eigenlijk het portfolio achterblijft bij de SP 500. We zien het gemiddelde rendement van het All Weather Portfolio op zo'n 7,7% uitkomen per jaar. Terwijl in deze periode de SP 500 gemiddeld uitkwam op 10,5% per jaar. Dat betekent dat het All Weather portfolio in 20 jaar tijd van 10.000 euro inleg nu zo'n 38.000 euro waard is of 38.000 dollar waard is, terwijl de S&P 500 wanneer je was begonnen met 10.000 euro, 10.000 dollar, zo'n 61.000 dollar op dit moment waard is. Dus best wel een Flink verschil, ook al is het maar 3% per jaar. Maar 3% per jaar gedurende 20 is dus best wel een verschil. Maar wat we hier wel uit kunnen opmaken: de SP, dat is die rode lijn. En die blauwe lijn, dat is het all-weather portfolio. Is dat bijvoorbeeld tijdens een crisis van 2008? Zie je de rode lijn veel harder dalen. Terwijl ook de blauwe lijn, het all-weather portfolio, natuurlijk een daling laat zien. Maar die is veel minder sterk. En datzelfde zien we eigenlijk ook in 2020. We zien een flinke daling. Kennen allemaal nog tijdens corona 30% in een maand tijd. Nou, die daling, we zien wel een daling bij het all-weather portfolio, maar zeker niet zo diep. Die ja, lijkt wel vlak in dit geval. Dus wat je kunt opmerken, is dat je misschien minder profiteert van de harde stijgingen, maar wel veel minder last hebt. Van de dalingen die er zijn. En dat zien we ook bovenaan in dat tabelletje staan. We zien het beste jaar bij het all-weather portfolio zo'n 18,4% rendement, terwijl de SP 500 zo'n 32% rendement had. En de max drawdown, oftewel het meest negatieve jaar, dan gaat het all-weather portfolio zo'n 15,5% onderuit, terwijl juist de SP 500 halveert. Is eigenlijk ook wel heel logisch, want in dit geval zit maar 30% van het portfolio in aandelen. Aandelen zijn vaak degene die heel hard ja, profiteren als het goed gaat met de economie. Daar doe je dus niet zo hard aan mee, omdat er maar 30% van je vermogen in zit. En die 70% zit dan vaak in obligaties of in grondstoffen, die zijn niet zo volatiel. Ook in periodes dat het slecht gaat, profiteer misschien juist daar wel van, omdat er veel vraag is naar grondstoffen, omdat. ...obligaties gewoon een vast rendement hebben. Dus dat is eigenlijk ook wel te verklaren waarom het dan niet zo hard stijgt... maar in een slechte periodes juist ook niet zo hard daalt. En zoomen we dan nog even in naar de performance eigenlijk van de coronaperiode... ...dan zien we eigenlijk wel een ander beeld. Uh, wat we dan namelijk zien is dat het all-weather portfolio nog voor ligt op de S&P 500. Uh, je ziet het, die donkerblauwe lijn, dat is het all-weather portfolio. We zien daar wel een daling um, in maart van 2020... Maar we zien eigenlijk ook wel vrij snel een herstel. En langzaamaan stijgt het omhoog. En wat we zien in die roze lijn, dat is de SP 500. Die gaat veel harder onderuit. Herstelt naderhand ook wel steiler. Maar is altijd nog niet eigenlijk bij wat de All-Weather Portfolio op dit moment waard is. Dus het ligt een beetje aan hoe je gaat kijken. Welke horizon pak je? Pak je bij corona, dan zie je duidelijk het verschil in slechte periodes. Doet het All-Weather Portfolio het heel goed? Kijk over een langere periode van 20 jaar. Waar ook twee crisissen in zitten, dan doet de SP 500 het dan bijvoorbeeld in de laatste 20 jaar het juist weer een stuk beter. En wil je nou zelf een portfolio gaan opbouwen en ben je nog op zoek naar een broker? Kijk dan naar de Giro of naar Bugs. Maak gebruik van mijn link onder de video. Zo help je het kanaal zonder dat het jou iets extra's kost. Terwijl je wel zelf gebruik kunt maken van de acties die deze brokers op dit moment aanbieden voor nieuwe klanten. En we hebben nu dus gezien. Wat het portfolio inhoudt, hoe het is opgebouwd, maar wat zijn dan bijvoorbeeld de voordelen van dit portfolio? Nou, het eerste voordeel is natuurlijk dat je al direct, als je dit toepast, spreiding hebt. Je hebt 30% in aandelen zitten en 70% daarvan is weer verspreid over obligaties, over goud, een grondstof, maar ook over alle andere grondstoffen. Dus als je dit toepast, heb je in ieder geval al spreiding toegepast in je portfolio. Niet alleen over aandelen, maar juist over heel veel investeringsmogelijkheden die je hebt. En wat we juist ook al zagen in die tabellen of in die grafieken, er is gewoon veel minder volatiliteit als je dit toepast. Je hebt niet zo sterk dat je eigenlijk profiteert van de ja, flinke stijging op de aandelenbeurs. Maar over het algemeen heb je ook veel minder last van wanneer het slecht gaat met de economie, dat je portfolio minder hard onderuit gaat. Een ander voordeel is natuurlijk het dividend dat je ontvangt. Je hebt een gedeelte geïnvesteerd in aandelen, dus daar... Heb je natuurlijk, als je in de SP 500 investeert, ook bedrijven die dividend uitkeren? Dus daar profiteer je van dat je dividend ontvangt. Maar ook die 70%, het gedeelte dat daar in obligaties zit, ja, daar staat natuurlijk een vast rendement tegenover. Je weet wat je kunt verwachten. En juist als het slecht gaat in de markt, in de economie, weet je gewoon welk rendement je daarop kunt verwachten. Dus. Je weet eigenlijk van tevoren al dat je altijd een dividend gaat ontvangen. En een laatste voorbeeld is dat het natuurlijk heel makkelijk na te bootsen is. We hebben nu een verdeling gezien die Redalio aanraadt. En die verdeling kun je eigenlijk vrij simpel nabootsen door gebruik te maken van ETF's. Ga je bijvoorbeeld kijken naar de Giro met hun kernselectie. Ga je kijken voor het gedeelte van aandelen. Redalio um, zegt dan ja, volg de S&P 500. En bij de Giro zien we dat er eigenlijk twee uh, S&P 500 ETF's zijn... Degene van IShares of degene van Vanguard. Beide met 0,07% kosten. Dus dat valt op zich wel mee. Dan heb je in ieder geval dat gedeelte alvast gehad van het portfolio. Voor die andere gedeeltes moet je wat meer zoeken, valt het waarschijnlijk niet binnen de kernselectie. En is het ook belangrijk om bijvoorbeeld te gaan kijken. Als je gaat kijken naar het gedeelte van goud. Zou je dat investeren in een ETF? Kies je een goud ETF? Dan moet je wel goed kijken welke je kiest. Want de meeste gaan dan juist investeren in goudmijnbedrijven, terwijl je dat niet wilt. Je wilt niet de bedrijven in dit geval, maar je wilt juist de grondstofgoud. Daar wil je in investeren. Dus daar moet je iets meer, um, ja, iets meer tijd in investeren om dat uit te zoeken, welke broker het aanbiedt en welke interessant is voor jou. Maar over het algemeen zijn er eigenlijk al deze dingen wel. Deze verdeling is wel te vinden door gebruik te maken van ETF's die in de markt zijn. En natuurlijk zijn er dan ook nadelen, want het is natuurlijk niet alleen maar voordelen aan dit portfolio. Een nadeel, we hebben het eigenlijk al een beetje besproken, is dat je niet zo profiteert van groeiaandelen. Als het heel goed gaat met de aandelenmarkt. Heel be veel bedrijven doen het goed. Dan zien we gewoon dat dit portfolio niet de rendementen maakt in de plus. Die bijvoorbeeld de SP500 wel zou doen. We zagen het straks: het beste jaar voor het all weather portfolio was zo'n 16 of 18 procent rendement. Terwijl de SP 500 dat jaar zo'n 32% deed. Dus dat is zeker wel een nadeel, dat in goede tijden je niet zo maximaal profiteert van de markt die omhoog gaat. Waardoor komt dit, en dat is dus het volgende nadeel: dat is eigenlijk het grote gedeelte aan obligaties. Is niet per se een nadeel, maar wel een nadeel voor mensen die nog een hele lange horizon hebben. Want um, ja, obligaties is vaak een wat lager rendement, wel wat meer zekerheid. Maar als je nog een lange horizon hebt, is dat vaak niet hetgene wat je per se wilt, of in ieder geval niet in deze grote percentages. Dus ik zou zeker kijken als je nog een lange horizon hebt. Je bent bijvoorbeeld 20 jaar en je kunt nog 40 jaar beleggen om in ieder geval of helemaal niet in obligaties, of in ieder geval een klein percentage in obligaties. En eigenlijk naarmate je dichter bij de eindtijd komt dan jouw percentage en obligaties te vergroten. Zo bouw je eigenlijk langzaamaan zekerheid in. En die heb je nu nog niet zo per se nodig, maar zeker wel als je uiteindelijk richting je pensioen gaat. Als je met pensioen bent en moet leven van je investeringen, dan is het wel heel belangrijk. Dan is juist dit portfolio, heeft het het voordeel dat het niet zo hard zakt in een moeilijke markt. Maar dat heeft op dit moment, als je nog 20, 30 jaar als looptijd hebt... Is het eigenlijk eerder een nadeel? Dus wat is dan de conclusie van deze video als we gaan kijken naar het All Weather portfolio? Is het is natuurlijk dat het wel heel interessant is, maar wel voor een specifieke groep. Het is natuurlijk ontwikkeld, zoals gezegd, vanuit Bridgewater voor grote klanten die miljarden beleggen. Denk aan overheden, pensioenfondsen. Die vinden het. En aan de ene kant natuurlijk belangrijk om rendement te maken... ...maar zeker zo belangrijk om niet te veel negatief rendement te maken in moeilijke tijden. Nou, daar is het heel interessant voor. En ook voor mensen die nog een korte looptijd hebben... ...of nu al moeten leven van hun investeringen. Ik denk dat het juist wel heel interessant is... ...om ook als je jonger bent, een lange looptijd hebt... ...in ieder geval te gaan kijken en dit als basis te nemen... ...maar het vervolgens aan te passen aan jouw situatie. Misschien wat meer aandelen, minder obligaties... ...en naarmate je dichter bij je eindtijd komt... Uh, Klinkt heel logisch, heel, heel de huber eindtijd. Als je looptijd korter wordt, laten we het zo zeggen. Dat je dan langzaamaan de verhouding aandelen, obligaties gaat veranderen. Zodat die afstemt eigenlijk in jouw situatie. Ik denk dat dat wel interessant is. Dat in ieder geval ik zou het op die manier bekijken. Maar zoals gezegd, dat is hoe ik er naar kijk. Laat ook vooral weten wat jij denkt van Ray Dalio. Van zijn all-weather portfolio. Heb je nog tips of andere feedback? Laat het weten onder deze video. Vond je het een leuke video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien? Bijna niet geabonneerd op het kanaal. Klik dan op abonneren om nooit meer een video te missen in de toekomst. Wil ik jou bedanken voor het kijken. Hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.